En zat het er haar, ze komt er direct aan. Ah, goeie. Hoi. Diesel wil ik graag. Doe best ook een gezicht van Friesland Diesel? Ik schrok niet wezenloos in één keer die gitaar door de kop. Dus met haste. Oh. Eén naar achteruit. Waarop de? Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Joet, op de planning. Nou, ik sta hier te wachten bij het Skoft. Check die letters. Brand new. Bij het Skoft, want ik had een afspraak met Arie Bruinsma. En Arie Bruinsma had me vorige week benaderen van hey, ik ben dwaande met een project. Gezicht van Friesland. Liek het eigenlijk wat om daarom mij te dwaan. Nou, ik wist toevallig al het Ientor Oerder project. Ik hier het al Sjoen. En ik zei van dat liek het me wat. En zat het erover haar, ze komt er direct aan. Ah, goeie. Hoi. Dus, ik ben heel benieuwd wat dat ging. Ik neem je hem even mee. Ah, goeie. Welkom. Dank je. Hoe is het vinden? Ja. Ja, nou mooi. Ja, best wel. Ja. Nou, we zijn wat aan het installeren. We hadden een plakje op zocht, werd ik me natuurlijk wel een beetje thuis viel. En hij zei van mijn uitvering, waar stierst dan altijd? Nou, ik had een kruk, maar daar zit ik nooit op. Want dan ben ik vierste zenuwachtig, ik stil zitten wat. Dus ik zei, ik steer hier altijd in het midden, achterom. Haak mooi het oerzicht. En dan kan ik eventueel nog even achter die trapje delen. Of in de techniek hak, dan voel ik me wat vrijer om te gaan en steen tegen te spelen. Just het wat zitten bij de Hurrewien? Nou ja, dat is de vraag. Hè? Ja, we zijn het waait al een beetje. Ja, nou ja. De eerste keer waait erom waait. Nee, maar dan net omwaaien, het spul. Nou ja, we gaan het krijgt wel even naar horen. Het is een project en dan maak je het 100 alven portretten. Hè? Ja. Ja, en dan echt het gezicht van Friesland en ik. Nou, ik had de sites van dan een foto op de ene side en dan op de andere side een tekst in het Fries, Nederlands en Engels. Ja. Ja. Ja, dat lijkt wel om. Ja. Ja. Dat past gelijk. Ja. Maar het kennen, ja. En het is net zo dat die 100 alvermeesingen al van tevoren uitzag binnen, maar van hier naar de oren wat en dan... nou ja, ik ben de 50ste, Jerik. Ik zei best haast op hem in. Diesel wil ik graag. Doe best ook een gezicht van Friesland, Diesel. Nou, wat gaan we? Oh, dat was clear. Oh, dit weet hoor, jongens. Nou, ja, nee, hartstikke mooi. Was zo nog wat. Nommers. Ja. Moet ik zien? Ja, even een zien, jongens. En dan moet je daar in je nutsiekje, dat valt nog net aan. Ah, leuk man. Ik vind hier maar dat hier al helemaal. Die vind ik wel cool. Dat is cool. Maar ja. Ah, nou, dan ben je fotograaf, dus daar staat het beste zicht op, denk ik. Ja, zeker. Ja. En waar kunnen we dit project vinden, Arie? Op mijn website. En dat is? AriBrunsma.nl. AriBrunsma.nl, check het even. Ja. Het gezicht van Friesland. Ja. En nog eens op Facebook natuurlijk. Ja, Facebook. Oh ja, Tomkom Heug. Tomkom Heug, ja jongens. Nee, ik had al begonnen al de likes. Ja. Ik zit nog hartstikke 800 dus. Oh, leuk. Ja, nou dan kunnen we wel wat meer worden. Dus even al hier even zien, even checken. Leuk. En dan, nou ja, als het resultaat er is, dan gaan we het er wel even over. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Doei. Nou, best gedaan. Nou, Arie is weer naar huis. Nu wel lekker op eten. Hallo. En ik moet dan nog even het intro dat project vertellen. Het gezicht van Friesland. Dat is hierbij, Friesen zijn de gelukkigste mensen in Nederland. Wetenschappelijke studies naar het verband tussen welvaart en gelukbeleving trekken vrijwel altijd dezelfde conclusie. Meer is beter. Toch lijkt dit voor Friesland niet op te gaan. Nou ja, dat is wel sowieso al bijzonder aan zich. En ik zou echt zeggen van check even zijn website, AriBruinsma.nl, want er staan al wat portretten op. Die van Mino nog net zo snel kind net natuurlijk, maar nou check, het is echt nou, Willem Waardpiek. Superleuke foto's al er, dus wat Zielstra. Nou echt hele leuke foto's, dus ik zou zeggen check dat even. Wij gaan even eten en dan zaken komt om 12 uur uit en daarna maar we weer de theatertuin in om alles klaar te zetten voor de vierde voorstelling van het stuk 12. Dus met plan gaat het voor. We gaan het eten op en we gaan hier nog zaken uitskwallen, hè? Ja! Zaken op uitskwallen, hè? Grote broer. Ja!
Ja, het is ineens de squallenweek er alweer op zitten, dus weekend. Ik ben benieuwd hoe het is in de eerste week ervan. Het valt me wel heel goed. Groep 3 bevalt me volgens mij. A few moments later. Nou, daar winnen we together, want Sager is zult een bordje naar Rolf Jan. Rolf Jan is eerst nog even thuis en dan gaan ze aan met hun huid naar Parken en Beppe, Jan en Ted. Dus we zijn toch nog ergens in de buurt. Dus ik zou vast nog wel in het theater doen. Ildo is kleren op bedje. En wij zien toen heel het om te graaien van de morgen. Wat wie er van? Met haar gitaar. Ja jongens, ik maak nou echt alles onder kom laffen die, hè? Liet ze doorrek. Dus ik denk dat de gitaar maar eventjes tijdelijk omheen maakt. Want nou ja, die maakt hem hier net omvallen. Aan mijn stik. En Kees Bonnet zei dat je in deze leeftijd, maar dat helpt nog net zo volle. Nee. En natuurlijk moet ze het leren, maar ik ben meer in je van makkelijk omheen het spul. En dat ze aan het ouder ben en ik kan het uitlezen, zei ik het dan wel weer even waarom. Maar ik schrok me wezenloos in één keer die gitaar door de kop. Of baby voor mij. En ik heb een onderzet, dat is ook nog handig. Yes, goeie zender. Ja. Dan ging ik naar de theatertuin. Het en wat kleermaatjes, want meestal is ze na 3 kwartier oerke wel wekker. En ik ga eigenlijk ook wel 3 kwartier tot een oerke werk, dus... En plangas ervoor. Oh nee. Krijg even zo, wachtje. Wie net de afspraak, hè? Ik heb geen afspraak met baby's, meidje. Nou, zolang het een beetje brabbelt en net goelt dan. Ik ben er, ik ben een hele minuut. Dus ik zal het even het spul kleed zetten. Nou, dat is op zich wel een nijdeel. Maar je belooft dan Maya het spul elke keer wel een beetje aan de kant zetten. De tafels en stoelen en zo. Want anders wordt het natuurlijk kletst, weer of waait het voort. Ja, en dat hij je binnen toneel door een litje gewoon steen. Dus nou ja, ach, vele handen maken licht werk, zei ik dan maar. En dan neem ik anders koud eronder en dan heb ik zo weer wat steen. Nou, Ildo had je sliepen in het zijn en ik had 2 jongetjes voor. Hallo! Dus die haal je Ildo even op, dan maakt hij daar maar even lekker het bordje. Ik ben haar al wel uit de intro dranken, ja, dus ik ben hartstikke... Oh! Eén achteruit, waarop de? Waar is dat? Paken. Paken, zaken. Kom er maar bij. Kom er maar bij. Goeiedag even. Ja, kunt het even? Ik heb vertaald alleen maar Ildo nou. Ja! Jij hebt een luie zwart of hoe goed het gesprek was gebeurd. Oh ja, leuk. Ja. De rest maken we net van. De rest maken we net van. Ja, ik krijg 2 oorknaap van onder mij. Ja, hartstikke knien. De trekker ze uit? Ja. Oké, dan gaan we weer. Wacht, John. Ik had er 50 stolen bij. Ja. Uit de kar. Oh, dat is een grote Ilse. 200. Ja. Ja? Ja. Hoe kan dat uit? Ja, dat zei je ook. Ik kom maar vanuit dan. Oh, ja. Ja. Dan is het mooi. Dan is het mooi. Ja. Oké. Doei. Hallo. 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 Knabbel en babbel. Ik keer aan met meer. Dilemma. Stiekem zien. Maar ik ga eraan vastwekken of zo. Nou, wie is nog wekker? Hij is geen Santa kussen heen. Hoi. Ach, lietse boef. En we gniezen. Hoi. Wat is het met mij? Zullen we dat maar doen? Ik had het restwoltje bij mij om dan wat ze hadden maar even die vernuren. Ildo! Ildo, zullen we een studie mee maken? Oké, dan gaan we even naar. Hoi. Gewoon net sliepen. Draken maar. Nou ja. Dan maar net. Dan maar mij. Dat is oké. Hey, hoe ben je mijn eerste week op squalling? Leuk! Leuk. Wil ik ook een leuke week omhoog? Ja. Mooi. Nou, maar de eerste week zit er weer op, hé. Hoe snel ging het dan? Ja. Ja. Nou, alles stierde clear. Ik zit nog een poging eraan om Ildo op bed. Nou, weet, hé, Ili. Dus nou wat kussen. Pietje draak. En dan, het waait nog al aardig, maar zat het nou lekker dan bloot het June droeg. En nou ja, dat is het belangrijkste, dat het maar droeg is. Poging 2.
Lekker sliepen, schat. Lekker koersen, schat. Om het aasen. Hopelijk jou het zo even del. Dan doe ik nog even wat drinken en even krijg de fotjes omheen op de bank. En dan komt Saak ook al gast weer thuis. Even eten. En dan Joen de lijst vaste van dit weekend. De vierde van de totaal size. Laurens past Joen op de benches. Dus nou, komt helemaal clear hier. Dat is hartstikke leuk. Dus ik ga even in de chill. Nou, het weer een hele leuke dag. Van de morgen ben ik op de fotokamer van het gezicht van Friesland. Van de middag had zaken mooi met Rolf Jan Boata. En ik ga het decor weer klaarmaken met de groep. Zodat we Joen wel los kunnen. We zullen zo nog even eten, maar we zullen eerst even een boekje doen. En dat is wel het volgende boek. Bij Beppe uit Van Hoes. Dus die wil ik even mijn zaken lezen. En ik neem je mee. Is het hoi? Zaken het even lekker onder de douche geweest, jongen. Ja, ja. Oh, lekker weer hier. En Jelke die is nog heel even eten ontdaan. Nou, ik zei dan doe we even een boekje. Want dat werd om Joen na het eten net mee, want dan moet ik alweer naar het toneel. Maar... dan doen we het nou even. Even quality time, mijn zaken. Ja! Alleen ik draai wel, dus net zo handig. Het zit wel chill, hè? Ja. Die Peppa uit Van Hoes. Nem maar voet. Mij het vleent terug. Maaike ken net mij. Maaike zult die Peppa uit Van Hoes. Alle knuffels matten in de koffer. En de koesken in vanzelfs. Oh, je knuffeltjes dat? Ja, deze van haar. Ja. Nou is het kofferke vol. En Maaike haar bedje leeg. Vannacht, ik. Vannacht sliep Maaike in een oorbed. Een bed bij Beppe. Maaike had wel 100 tutsjes van mij gekregen. Genoeg voor 2 dagen. Nog even zwaaien van het raam. Maaike moet haast goelen, maar Beppe vreeg het. Zullen we knutselen? Ja, knutsel je! Dat ken ik heel goed, zei Maaike. Ze knutselt een hinder, een kasteel en een prinses. Beppe maakt het alleen nog een slinger van mandjes. Die is echt wel mooi. Zit al je ook een feest, is dat? Ja. Daarna bakken ze koekjes. Maaike helpt mij opeten. Oh, dat snap ik ook. Opeten is het lekkerst, hè? Ja. Dan doen ze een stopperke in het tuin. Beppe en Maaike net vinden. Waar is ze? Oh, tussen de pompoenen, hè? Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk. Heel moeilijk verstandelijk. Want die steken denk ik net uit. Een heel iets spanken. Van boetenbordje was het wurg. Puzzel, ja? Vreegde Beppe. Beppe is net wurg. Beppe had alle tijd. Maar Maaike wil net puzzelen. En uit. En uit. Ja. Nou ja, gaan we naar Ilwerheid. Ja. Hey jongens. Ik zou zeggen, vond je het een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauw tonk omheen. En via het net de chillen te downloaden van die tablet als je telefoon. Hey, want naar je chitslag. Hey hoi!